Komme Wijnen biedt als portaal voor de olie- en gasindustrie vele mogelijkheden. Echter moet er wel op een deskundige wijze worden gekeken hoe deze het best te benutten. Dit bracht Guido Korendijk, de CEO van Firm Engineering, gisteren naar voren tijdens een openbare discussie van de Vereniging van Economisten in Suriname. Korendijk zegt dat de doorstroom van het verkeer vanuit Komme Wijnen een van de grootste pijnpunten is om mee te werken in de ontwikkelingsrace vanuit de olie- en gasindustrie. We hebben dan één brug naar Komme Wijnen, de Wijnenbosbrug. En met de ontwikkelingen daar in het gele vak Marine Industrial Park goed nadenken over hoe we die opportunities kunnen gebruiken om niet alleen Komme Wijnen, maar ook Paramaribo ten goede te komen. De brug heeft challenges, dat weten we. Waar komt dat door? Ik hoor vaak opmerkingen als die brug had breder moeten zijn. Ja, dat zou ons niet veel helpen. Waarom niet? Het probleem is de doorgang van verkeer vanuit Komme Wijnen op de Van 't Hogerugstraat. Die flow, die is er niet. Het probleem zit hem dus puur in de aansluiting op de Van 't Hogerugstraat. Dus al hadden we een bredere brug, al hadden we 5 banen breed gemaakt, hetzelfde aantal auto's zou in de file staan, totale lengte wat minder, maar we zouden er niet veel mee opschieten. Korendijk zegt dat Komme Wijnen duizenden hectare aan grond heeft, welke veel mogelijkheden biedt om verschillende industrieën op te zetten. De bedoeling is ook niet dat er zoals in Wanica alleen langs hoofdwegen gebouwen worden opgezet. Het is eigenlijk alleen maar moeilijk om bij die brug te komen vanwege die Van 't Hogerugstraat. Maar eenmaal bij de brug, die richting uit, is het geen issue. Het ontwikkelen van werkgelegenheid in Komme Wijnen heeft in principe direct een positieve invloed op de challenges die we hebben bij de Wijnenbosbrug. Mensen die nu richting Paramaribo moeten om te werken, die proberen die dan in Komme Wijnen te houden. Dat zal een deel zijn. En vervolgens, al komen er mensen vanuit Paramaribo om te werken in Komme Wijnen, dat is geen extra belasting voor die brug, dat is geen extra belasting voor de filevorming die we nu zien. Dus in die zin, ontwikkelen van industrieën in Komme Wijnen, ontwikkelen van werkgelegenheden in Komme Wijnen, heeft per direct positieve impact op de challenges die we nu bij de Wijnenbosbrug ervaren. Korendijk, die ook de inleider van de discussie was, stelt dat de uitdagingen moeten worden aangepakt om de industrie te laten bloeien. De bedoeling is dat er een geschikte pendeldienst aan de Anton Drachtenweg komt richting Komme Wijnen. De CEO merkt ook op dat nabij Paranam in het Rakka-Rakka-Rak-gebied een verbinding moet worden bewerkstelligd voor een gunstige aansluiting.